wat vol aan het doen. Ja, deze keer ben je er echt mooi, hè? Ja, ik pak eerst in de volle. Ja. Oh, jongens, dan gaan we rijden. Ja. Geweldig. Hartstikke leuk dat je met me zorgt naar een nieuw filmpje. Ja, ik ben op dit moment onderwijs op een fiets. Mijn fiets die staat er. Ik wiel op onderwijs, gebruik ik deze. Onderwijs, nee. Wat is dat? Pak loer. Dan word ik weer eens onderwijs naar de camping. En toen kwam ik hier onderwijs hier naar Drachten, of in Drachten. Kwam ik deze jongens in hier. Nou jongens, wat ben je aan het doen? Truckspotten. Wat? Truckspotten. Truckspotten? Ja. Nou, daar komt er wel in. En waarom dan? Nou, dat is wel een hobby. Ja. Hij weet wat van truckspotten, mijn haren, maar van vrachtauto's. Ik vind het een bijzondere hobby, dat deed ik vroeger net. Nee, waarom doe je dat nog? Ja, er is een telefoon uitgevoerd. Ah, ja. De telefoon is uitgevoerd. Misschien is dat het wel. Ja, later zijn er nog elektrische vrachtwagens. Wat zijn het? Later zijn er elektrische vrachtwagens. En een elektrische vrachtwagens, is dat mooi? Ja, gewoon een diesel. Ook maar een diesel? Ja. Maar is dat een goed voor het milieu toch? Nee, dat niet. Maar het kan ons niet verrekken. Dan kun je niet verrekken, de natuur? Nee. Wil de natuur maar verrekken? Nee, dat wie wil in diesel, wie wil in diesel rijden? Nee, dat wel, maar zie, die Rutte die wil alles elektrisch hebben, maar dat gaat ook weer van de natuur af. Dus kutten. Ja, dat gaat weer uit de grond. Dus ja, maar de kinderen hebben geen nut. Maar je kreeg wel reactie, hè? Ja, van deze vrachtauto's dan hebben we bom enthousiast. Wat vind je zo'n mooie vrachtwagen dan? Ah, dat is een mooie piep onder een mooie zwarte auto. Oh. Wat zei ze dan? Een piep. Zwarte rook. Zwarte rook, een stenen piep, mooie lampjes. Ja, heel mooi hoor. Zwaai nog. Wil je nog dezelfde vrachtwagenchauffeur willen? Ja, zeker. Ja? Ja. Niet op een elektrische. Wat zei ze dan? Niet op een elektrische. Oh, ja. Net op een elektrische, hè? Nee. Maar als er een trak komt? Niks snap. Dan steek ik hem in de bron. Okay. Wat zei ze nou? Dan steek ik hem in de bron. Ja, een elektrische vrachtwagen in de bron? Ja. Ik denk wel dat ik een zandje met een goede maat, maar hoe dat kan? Levensgevaarlijk, kijk, elektrisch. Wat? Ja, dat komt wel mooi. Ja, dat is een mooie. Ja, dit is een mooie. Dikke Porsche. Dikke Porsche. Ik had begrepen dat een vrachtwagenchauffeur het voor betalen krijgt. Dat begint te leven dan. Het is gewoon lekker hier. Lekker naar de truckspotters toe te rijden. Jeetje! Wat? 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 Hoe vaak doe je hem dit nog? Nou, wij doen het heel dagelijks. Dagelijks. Ja, dagelijks. Every minute, every hour. Maar dan woon je in het dwarf. Wat zei je? Wij doen het vaak in het dwarf. In het dwarf, hier net? Oh, nee, hier zullen we om net zo heel vaak. Maar er komt mijn mooie woordraad naar de woord. Nou, wat zullen we nou dan? Wat hebben we nou dan? De bank? Mooi dag. Hoe betaal je het? Je hebt shirt al voor vier, hè? Kuntje! Daarachter direct. Schrik maar niet van de toeter. Nee? Maar dan ben je nog nooit toeters. Oké. Okay. 3, 2, 1, boom! Nou, veel plezier hoor. Ik zal je verder, want ik ben onderwijs naar de camping. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Veel succes! Hoi. Ja. Abonneer! Geweldig. Hartstikke leuk als je naar een nieuwe video van de Frieske Vlogger. Ben je net abonneerd? Abonneer dan.
Vind je het nou een leuke video? Like de video dan. Oh, dit is minicamping de Beambal. Nou, dat is net, dat is een camping de Ierkebeam, denk ik. Plek de boomkleven. We zullen het even zien. Nou, de spotters van de trucks die vindt maar niks dat elektrische gedoe, maar ik ben dan maar even op elektrische fiets gaan. Want we hadden nog maar één auto dus. En de vriendin hier houdt ook naar beneden. Dan denk ik van, dan kan ik wel een paar kilometers maatje op mijn elektrische fiets. Goeie. Ga ik maar de hele tijd even zien, ook wel, wel goed, hè. Goeie. Hoi. Moet ik hier niet scherp aan peken verkeerd. Ik heb het idee dat het steeds verder voort is. Nou, misschien ben we er eigenlijk al, hé. Het had maar 12 hele uren door. Hé? Ze weten misschien weer hoe ze uit de moet heen, maar de camper. Ze heet oer de boomklever. Hé! Hey. Nou! Zit er weer al? Hé, hey, jongen! Oeh! Hé, hey, hoe is het met die? Goed. Ja, wat ben je om te doen? Ik ga goed slapen in de camper. De friske vlammen. Ja, dat weet ik al, hè? Regionale bekendheid. Ja. Wat? Hoe heet er André van Duin? Wat dan? Meneer Wijdbeen, zo van hier ben ik al. Bak je koffie? Ja, ik hoor ik zo'n zin, hè? Ja. Ik ben al zo lang onderwijs. Ik kom maar net komen. Slapen. Nou, hoe is het, Jelle? Goed. Ja? Ja. Ja, ik ben even in eigen bril, sorry. Moet je vol uit in sliep? Was ik een bakje koffie? Ja, die wesp, hoe om je neer? Wil je de wesp? Ja? Nee, hier. Dit krijgt niet in de wesp die je zit. Ja. Nee. Nou ja, wat had die man dus nog verteld? Zie, dan weet het precies wat ik de vervelen op ben. Oh ja? Ja, dan komt het. Nou, dan hebben we nog de beurt. Ben redder. Hoe vindt Filip het op een camping? Fijn. Fijn? Ja. Oh, wat is dat mooi. Oh, machine. Nou, maar zo'n zin. Oeh, is toch heeg? Ja, wat een acrobaat, Jelle. Big acrobaat. Ben je een acrobaat? Nee. Ben je een clown? Nee, jij bent de clown. Nog een keertje. Ik dacht die camping zit wel oude vaatwassers in. Ja, dat houdt eigenlijk maar zonder stekker. Ze vroeger ging ik altijd naar de camping daar. En vroeger ging ik nog geen vaatwasser. Dus ja, dan moest je toch thuis ook altijd afwassen. Maar ja, nou had je thuis een vaatwasser. Geef je naar de camping daar. Stel je niet keer met een hand aan te wassen. Maar ja, ik nou net, maar dus hij dat niet. Geweldig. We zijn nu in Drenthe en de vraag is eens, als je nou in Drenthe en ik praat Fries in de meisken, is dat dan onbeleefd? Of kan je gewoon Fries erop praten, jongen? Ja, dan mag je voor mij wel Fries erop praten, geloof ik dat zelf ook wel. Ja. Ja? In Amsterdam denk ik het wel. Dat is onbeleefd? Vond ik net, want in Amsterdam is zelf wel een nationaliteit en ik denk dat ik praat gewoon Fries. En het bijzondere weer dat je altijd wel een Friese inkamer als buschauffeur, politieman. Ja, ja. Geweldig. Nou, dat weer even de camping. Ik ben inmiddels weer rond in Ljout. Want er moet ook nog wat dingen regelen worden. Ik zag hier natuurlijk laatste livestream bij Emiel van de Hoenekap. Hebben we wat t-shirts voor het jongen, pakketten voor het jongen. Nou ja, dat moet ook nog even regelen worden. En de laatste week op fiets voort. Maar joh, ben ik weer even in de auto. In de auto. In de wijn. In de wijn, mag ik zeggen. Hè? Echte Fries zet ook wijn. In de wijn. En ik ga sinds krekt, of sinds al net zo lang lien, ga ik nou iets moois in de auto. Ja, heel mooi fotwerken vind ik nog net uit, die kabels. Maar dit is dus een dashcam. Dus daar kan ik al geweldige dingen opnemen met de dashcam. Nou, ik heb hem nu al 12 weken of zo. Ik ben eerlijk gezegd, dat gebeurt eigenlijk nooit wat. Maar misschien nou wel. Misschien gebeurt er nou wel wat. Hier in het verkeer. Ah, goeie mevrouw. Dan moet je nog een Camry Tacoma. Een Chevrolet Tacoma. Een Chevrolet Tacoma. De Tacoma. Geweldig. Dit is een sangre de oude, hè. Ja, dan kan je eruit stappen, hè? En misschien heb ik wat nodig. Nee. En dan kan je eruit stappen, hè?
Zullen we even zien of er thuis is? Ja, nice, good nice. God, maar ik dit al helemaal sezen. Nou ja, de film gaat ook in Grains draaien. Oh. Ja, dus ja, misschien dat het dan alweer goed komt tussen de Grainslers en die Friesen. Ik weet het net. Nou, leuk toch net? Ja, zeker. Ja, dat is een heel eer. Weet je wel? Ik bedoel, die manager van Pathé, dat is een Grainslander. Nou, die had zo gelachen om die film, mijn jongen, die vond het schitterend. Oh, die had hem al zien dan? Ja, ja, die bioscoopman, die had hem al zien. En die fan die was zo enthousiast en die had hem deerlaken en die had, zeg maar, is dit een soort van nee, aanslag op de Grainslanders, dat ze zich deerlaken? Ja, dat is de bedoeling. De bedoeling dat al die rottige Grainslanders zich deerlaken. Ja, ik ben zelf ook een hele Grainslander, hè? Ja, daarom, ja. Dat was ook een Grainsbloed in die, hè? Ja, ja, ik heb in principe niks aan gedaan, hè? Nee. Dat zit erin. Moet ik een bakje koffie? Jawel. Maar dat is goed, nice dus. Ja man, Maar ik wil stimuleren, ik speel zelf ook in die film, dus ja, ik maak maar wat naar mij gaan. Ja, dus, maar doe ik eens dan mooi, mijn lift op uw succes. Ja, daarom, is je correct zei, ik ga er zelf een baat bij, hè. Ik moet maximaal promoten, hoe groter deze film wordt, hoe bekender ik zelfs ik wil, hè. Ja, dan jullie moeten er bij van, maar dat geldt voor alle artiesten natuurlijk in deze film, hè. Ja, ja. Ik denk dat Jaap Blauwers dadelijk, die gaat aan de Sky High. Die gaat aan de Ahoy, denk ik. Wat? Die? Wat zeg, dan wil je zo'n stiertje om, ja. Wat is het? L en XL? L en XL. L en XL. Deze shirts zijn voor Wendy en van Rutger. Maar kent ze net, het olijke duo. Wendy en Rutger. Holy wat? Dit is eigenlijk al voor de première. Mooi netjes. Dan? Oh, mooi netjes. Mooi voor de première. Zie je? Dat is echt niks. Hartstikke mooi dat we hebben naar het filmpje van de Friese vlogger. Wil je hem nog meer zien? Abonneer je hem dan op dit. Nee, laat me zetten. Hoe kerst het? Het is best moeilijk, hè? Ja, hè? Vind het moeilijk. Voor de vuist weg, dan zit dan door het hart de gek met me. Dan rest hij door streden van nou. Moest je nog abonneren? Abonneer je dan? Like deze video? Ja, ja. Komt het er rond? Nee. Zit hij in een camera? Ja, dan wil het ooit doen, hè? Ja, verzekeringen houden wie vind ik. Nee, zei vind ik dat moeilijk. Maar dit, jongen. Kerst nog even ziekje? Nee, je zit het. Dat gaat heel makkelijk. Nee, zei ze. Ik hoorde al. Ja, vond je nog een leuk filmpje? Dan toen nog heeg was meisje. Abonneer dan op de Friese vlogger. Of misschien op de verzekeringsvlogger. Misschien was dit zo begin. Verzekeringsvlogger. Oh, daar zit mensen op te wachten. Nee, mooi. Nee, mooi. Ik zit die kant op. Ja, nou, veel plezier met de pet, hè. Smitten we net met de pet, nee. Geweldig. Geweldig.